Moet ik mij zorgen maken over lachgas en wat doe ik eraan als mijn kind dat gebruikt? Die vragen stonden centraal in discotheek Club Cel gisteravond in Almere. Tactus Verslavingszorg had daar een informatieavond georganiseerd voor ouders over het gebruik van lachgas en de mogelijke risico's daarvan. Wij hebben zelf 2 jongens van 9 en 13. En ja, hij is nog wel jong, maar het zit er wel aan te komen dat hij uitgaat en gaat stappen. Over een jaar of 2 gaat het toch wel kriebelen. En dan ja, wil ik toch wel weten wat ik kan verwachten. Maakt u zich zorgen? Het hangt wel heel erg van je kind af. Als je een kind hebt die heel gevoelig is voor experimenteren, dan moet je je zorgen maken. Maar je moet vooral het gesprek openhouden. Je moet gewoon vertellen wat er leeft en niks verbieden. Lachgas gebruiken, is het nou allemaal wel zo erg? Ik vind het behoorlijk serieus. Ik lees regelmatig wel wat in kranten dat er echt wel mensen echt verlamd raken. Ik vind het wel echt een serieus probleem, ja. Is het niet gewoon een hype? Het is ook wel een hype, maar ik vind het wel een probleem. Tijdens de avond gaven medewerkers van Tactus Verslavingszorg en kinderarts Tim Vrede een presentatie over lachgas. Ouders konden hen vragen stellen over de populaire drug. Volgens de arts kan langdurig gebruik gevolgen hebben, maar in vergelijking met andere drugs vindt hij lachgas nog de minst gevaarlijke. Gerustgesteld of juist niet? Qua lachgas wel. Ja, ik denk dat de onderschatting van alcohol hier heel erg aanwezig is. En dat eigenlijk wat er nu uitkomt, dat lachgas een stuk betere keuze is, dat vind ik wel mooi om te horen. Ik hoor vanavond zeggen, lachgas is eigenlijk nog de meest onschuldige van alle drugs. Nou, zo onschuldig vind ik het niet. Ik hoor toch wel regelmatig dat mensen toch verlamd raken. Nee, ik vind het niet echt iets onschuldigs. Grote vraag voor ouders is, wat kan ik er tegen doen? En daar is geen gemakkelijk antwoord op te geven. Wij vinden het wel, ik en mijn man vinden het wel belangrijk om het bespreekbaar te maken. Praat erover. Laat hem inderdaad filmpjes zien wat de gevolgen zijn ervan. En niet wegstoppen. Maar voor mijn part, ja, liever niet doen. Maar als je het per se moet doen, doe het dan thuis, waar ik bij ben. Het verbieden helpt niet? Nee, dan wordt het alleen maar heel spannend van. En dan wordt het in een geheimzinnig hoekje geduwd. En dan vertellen ze jezelf ook niks meer en dan sta je 1-0 achter. Ik geloof ook niet dat drugs gevaarlijk is. Ik geloof dat kinderen die opgevoed worden zonder liefde, dat is een gevaar. Ik denk als jij een stabiele opvoeding hebt en een goede vriendenclub en dat je ouders weten waar je bent en laten zien dat ze van je houden, dat het een stuk stabiliteit geeft waardoor je minder snel verslaafd zal raken.